when they reminisce over you. Who's next? Ain't gonna lie, ain't gonna lie. You left it over. Thank you, thank you. We zijn nu met de Blue Blood Battle hebben we georganiseerd. Een breakdance battle, all levels. Met ja, alle kids van het Gooi, Hilversum, Baren, whatever, doesn't matter where you're from. En dat zijn we dus nu aan het doen. We zitten in de middel of de battle en het is fantastisch. Ja. Super cool om te zien dat al die leerlingen van verschillende scholen gewoon samenkomen, tegen elkaar dansen en gewoon een beetje meten. En het is echt een rauwe competitie, dus het is, ja... Echt super vet om te zien dat je leerlingen hier naartoe werken en dit nu zo neerzetten. Ja, het bestaat dus eigenlijk niet in Baren. Er zijn vast wel wat battles georganiseerd ooit. Maar wij hadden zoiets van, we willen iets op gaan zetten wat we ook vaker kunnen herhalen. Dus dit is eigenlijk de first edition en we willen er meer edities van maken. Nou, we beginnen zo'n dag met een pre-selection. In die pre-selection daar laat je gewoon zien op wat voor niveau je zit. En hoe meer mensen er zijn, hoe meer mensen afvallen. Want na de pre-selection houden we een top 16 over. En die top 16 gaat dan in een knockout systeem. De top 16 gaat battelen, dan houden we 8 winnaars over. Die 8 winnaars gaan tegen elkaar battelen, houden we 4 winnaars over. Tot we een finale hebben. En aan het einde is er 1 echte winnaar. En die heeft de hele dag gewonnen. Oh, let's go, Steph! De leeftijd is 5 tot en met 16 en we hebben eigenlijk iemand van vrij best jong, onder de 10 volgens mij, denk ik. 12. En dan een wat oudere jongen, ja. En dan zie je dus dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Het gaat puur om je skills en ook eigenlijk wel een beetje elkaar inspireren van, stel je ziet iemand het heel goed doen, dat je niet ontmoedigd raakt, maar dat je gewoon denkt, weet je, ik ga hier ook gewoon voor trainen. En dat gaan we zo meteen laten zien en dan hebben we ook nog een kleine judge demo. Dus we gaan even laten zien wat zij allemaal kunnen en hopelijk de kids daar ook mee inspireren. Wij willen gewoon even zeggen dat we hier meer edities van willen gaan maken. Dus we zoeken ook sponsors. Maar we willen ook natuurlijk dat de leerlingen zich gewoon blijven aanmelden. Naar de lessen komen. We zullen jullie gewoon updaten op onze Facebookpage. En natuurlijk op onze eigen website van Balletschool Marut Gorkera. Hou ons in de gaten en keep on dancing. Ja, heel goed. Ik werd tweede en dat betekent dat ik 4 van de 5 battles heb gewonnen. Dus de laatste heb ik alleen verloren. Ben je wel tevreden? Heel erg. Maar je had hem graag willen winnen? Ja, tuurlijk. Dan ben je eerste en dat is toch wel het allerleukst. Maar tweede is ook prima. En waar dans jij normaal? Ik dans bij Indigo Jazz. Ja, ik heb die kroon, maar ja, het was ook een beetje oneerlijk, weet je. Want ik ben 16, hun zijn allemaal onder 14, 13. Dus het was aan de ene kant een beetje oneerlijk. Maar aan de andere kant is het wel leuk. Maar ik had liever dat hij hem had gewonnen of zo, weet je. Ik doe 4 uur in de week breakdansen. Op vrijdag. En ik ga stage lopen bij mijn leraar. Dus dan ook wat meepikken en oefenen.